Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske, en vandaag heb ik voor jullie Call of Duty 4. En jullie hadden waarschijnlijk nog niet gezien, want het staat niet in de titel als het goed is. Maar het is vandaag Old School Free For All. En Old School Free For All is een game mode die je ook echt alleen maar in Call of Duty 4 kan vinden. Dus het is echt old school. En het is een van de leukste game modes eigenlijk in de Call of Duty franchise. Omdat het gewoon iets is waarbij het niet uitmaakt, weet je wel. Het is niet serieus. Het is gewoon voor de lol en het is ook echt lollig. Want het is gewoon heel random en heel leuk om te spelen. En ik vind het jammer dat het nooit teruggebracht is. Wat ik net wel gemerkt heb is dat het gepatcht is volgens mij. Want eerst kon je heel hoog springen. En nou is dat minder geworden als normaal. Je kunt steeds heel hoog springen. Maar eerst kon je echt bijna de map uitspringen. En soms kon dat zelfs met een paar mooie glitches. Dus volgens mij is wel het een en ander veranderd. Sinds dat ik het voor de laatste keer gespeeld heb. Maar het is toch heel grappig om te doen. Dus het concept van deze game mode is gewoon dat je hebt extra veel levens. Je kunt extra hoog springen. Het is free for all en je kunt wapens en perks oppakken. Dus het is, ik wil zeggen, een soort van zombies. Omdat je natuurlijk ook wel weer perks kan oppakken. Maar aan de andere kant is het gewoon niet te vergelijken met zombies. Dus het is ook wel een beetje een stomme vergelijking. In ieder geval, dit keer dat je zag al. Die blauwe machine gun is wel handig, maar heel veel ammo. Maar je killt niet echt. Ah, dat dacht ik ook. Ik heb op mijn airstrike. Ik zit toch gewoon helemaal niet serieus spelen. Maar dat hoef je eigenlijk niet te doen. Want iedereen is in het spel heel slecht. Of staat AFK, zo te zien. En waarom rook ik de hele tijd mijn, oh crap. Ik ruil de hele tijd mijn primary in. Omdat ik er gewend ben door Call of Duty Ghost. En dammit, werd het uit het raam sprong? Nee, hij sprong niet raam. Had hier heel veel geluk mee volgens mij. En die shotguns zijn volgens mij echt het beste bij deze mode. Vooral die M1014 als ik het goed heb. Of M1012. Volgens mij M1014. Volgens mij is dat een shotgun. In ieder geval die is semi-automatisch. Kun je heel snel uit elkaar schieten. En dat ding is echt heel erg sterk. In ieder geval, die moeten we eigenlijk zien te vinden. Maar ik weet al die plekken van die wapens niet. Ik weet ook niet of die eigenlijk altijd hetzelfde zijn. Dat dan... Vooral, hij lag wel op de grond. Ik dacht dat ik het zag. Oh shit, iemand komen met een pistooltje. Oh shit, get pooped on. Oké, pak even de Scorpion. Die is ook een van de betere. Is heel stom. Je begint met een Scorpion, maar die is echt serieus heel goed. Beter dan volgens mij die M4 Carbine. En ik kan het zeggen, er stond iemand boven. Die man denkt mij te dollen. Maar nee, dat doet hij helemaal niet. Oh, natuurlijk, het is Call of Duty 4. Ik kan constant door mijn chopper bijvoorbeeld weer voor een strik halen. Nee, oh fuck. In één keer knijven? Ben je hacker of zo? Normaal moet je echt iets van 4 keer knijven of zo. Zo weak was ik volgens mij niet. Maar volgens mij regenerate health hier wat langzamer. Dus je krijgt langzaam je levensstory. Dat weet ik ook allemaal niet meer precies. Dus ik kan er lang zitten. En ik pak dit ding. Oh, martyrdom. Dat was zo hatelijk. Zo hatelijk. Ik pak toch even dit ding. Als het goed is, het noobtubes. Goed zo. Nee, sterf. Je verdient te sterven. Ah, damn it. Is het M16? Ah, dit is M16. Ja. Ah, dit is M4. Dat is irritant. Ik ben geen fan van scopes. Dat wisten jullie waarschijnlijk al. Want ik heb echt een hekel aan scopes. Toch handig een paar mensen die AFK zijn. Kan ik mooi headshots schieten. Maar volgens mij heb ik toch alle wapens schouwd in het spel. En toevallig had ik vandaag nog een foto op Instagram geplaatst. Dat je mijn stats kon zien. Of in ieder geval alleen mijn dagen gespeeld en zo. Ik heb nou meer dan 30 dagen in het spel gespeeld. Oh shit. En dat is best wel veel, want dat was ook mijn eerste schietspel dat ik ooit gespeeld heb. Dus daar verklaart ook een hoop. Dus dit was echt voor mij fantastisch. Het was in 2007 dat dit spel uitkwam. Dus ik heb het ook al heel lang. En ik speel het nog soms, zoals je ziet. Alleen online, gewoon online, is eigenlijk normaal niet meer te doen. Dus ik vond het knap dat hier eigenlijk geen hackers in zaten. Ik dacht echt van, what the fuck is dit? Want ik heb hiervoor al één potje gespeeld. Om te kijken dat er iets van hackers bij zaten, zo. En oké. Dat is één keer dat je deze hier, die ik net neerschiet, C-Bizzle of zoiets. Die ging de hele tijd liggen, hoe heet het nou, glitchen. En dat wou hij nou volgens mij ook weer doen. En toen ging hij in die ene andere map van net, ging hij dat liggen campen omdat hij op zijn glitch zat. Dat was best wel irritant. En toen haalde hij dus ook al zijn streaks, maar ja, uiteindelijk won ik wel. Maar daar ging het niet om. En hoppakee, oh juist, ik heb een chopper. Volgende chopper, die kan ik ook weer inkallen. Oh, die andere is al weg. 18-2, kijk die connectie in het spel, jongen. Volgens mij ben ik niet eens de host. Ik kan niet de host zijn, want ik heb... ik weet niet hoe het nou is trouwens. Van strak had ik een strik nat type. Normaal gezien word je dan eigenlijk nooit de host. Nope. Oh, wauw. Die man, hè. Deze ook al. Wat doet hij? Hij raakt me amper, man. Ik ben al dood. Ik moet hem best veel hitten. Oké, ik hou het wel gewoon bij die Scorpion. Dat ding is veel beter. En eigenlijk het beste trouwens. Dat heb ik net niet gedaan. Als jij jouw chopper haalt. En dat is gewoon algemeen Call of Duty 4. Als jij jouw chopper haalt. Dus die nou in de lucht is. Dan moet je eigenlijk wachten tot je dood bent. En weer ook mijn wapen. Want het principe is dan. Als jij dood bent en je kan dan je chopper in. Dan tellen die kills door voor jouw streaks. Misschien een beetje moeilijk te volgen. Maar geloof me. En de kerel probeert hij nog steeds te glitchen.
Nope. Volgens mij is hij dood. Neem ik aan, want hier probeert hij nog steeds glitchen. Ik ken deze glitchen, want ik heb zelf ook veel geglitcht vroeger op Call of Duty 4. Alleen ik deed alleen een private match. En niet in deze game mode, maar gewoon in normale game mode, zeg maar. Dus niet al deze onzin. Maar ik deed het best veel. En toen was het leuk, maar ik deed het dus niet in public matches. Mensen irriteren met al die kut glitches. Meestal waren ze ook te moeilijk om in pubs te doen. Dan was je er veel te lang mee bezig. Oh shit. Want soms kon je zelfs al een map uit. Waar is die vent? Ik kan het zeggen, want ik zie er ook rechts eentje daar. Maar je ziet het hier best moeilijk. Je kunt trouwens ook nog night vision aanzetten. Super vet. Voor de mensen die het niet kunnen zien. Hoppakee. Oh, wacht. Wacht. Hij mag me niet zien. Hier is nog iemand. Nee! Wat is hier een score limit? No shit. Ah, 25 kills. Dan is het net als bij gewoon de free-for-all. 25 kills is het limiet. Nee, kijk deze enemies. Ze zijn eigenlijk allemaal 10e prestiges, behalve deze twee, maar... Ja, je kunt zelf ook wel zeggen dat volgens mij 90% niet legit is. Misschien alleen die C-Bizzle of zoiets. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Het is een keer iets anders dan anders. En ik ben enorm blij om te zien dat hier geen hackers in zitten. Dus misschien dat ik zo meteen nog wat meer Call of Duty 4 ga spelen. Kijken of ik hackers tegenkom. Want toevallig wou ik vanmiddag Modern Warfare 2 voor jullie recorden. Maar de eerste beste lobby waar ik in kwam, was al een hack lobby. En de tweede match was een Team Deathmatch. En toen ik startte, kwam ik in een Search and Destroy terecht. Dus met alleen maar sniper-elfjes die allemaal rondjes stonden te draaien om onzin. Dus dat was niet alles. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Dus tot dan en houden we.